Albert van der Weijden, jij bent de gastcurator hier in de Omstand in Arnhem, in de wijk Het Broek. Hoe heb jij voor jouw tentoonstelling Alle Macht aan de Kunst de kunstenaars geselecteerd? Nou, de kunstenaars die ik geselecteerd heb, komen allemaal uit mijn eigen netwerk. Dat is één. Ik bewonder alle kunstenaars die in deze tentoonstelling zitten. En wat ik heel belangrijk vond als uitgangspunt, om heel veel kunstdisciplines bij elkaar te brengen. Nu zijn er een aantal kunstenaars bij die bewegen zich op het gebied van choreografie, dans, kunst. Maar er is ook een speciale rol weggelegd voor Arno Arts die ons is ontvallen. Ja, Arno die heb ik gekozen omdat hij een hele speciale plaats in de Arnhemse kunst inneemt. Al heel lang. Hij is wereldberoemd in Klarendal en in de stad Arnhem, maar ook heel bekend op het internationale niveau. En ik vond dat hij absoluut in de tentoonstelling moest. En ik vond het belangrijk om een kunstenaar die niet meer leeft een plaats in deze tentoonstelling te geven. Hoeveel kunstenaars doen er mee? Doen in totaal 11 kunstenaars doen er mee. We staan nu in de ruimte waar, even kijken, zo'n 2-3 kunstenaars vertegenwoordigd zijn. Kun je ons eens vertellen waarom we introdans zien? Nou, met introdans heb ik al een hele lange geschiedenis, vanaf het begin jaren 80. En in dit verband zal ik niet verder op de geschiedenis ingaan. Maar het is natuurlijk een internationaal goed lopend gezelschap. Met name heb ik gekozen voor de producties die Adriaan Lutijn bedenkt, ontwikkeld en door introdans geproduceerd wordt. En dat gaat over de ontmoetingen. En om de ontmoetingen komen een aantal werelden bij elkaar. De werelden van de topdansers en de werelden van de mensen die bepaalde beperkingen hebben. Fysiek of psychische beperkingen. En er komen hele bijzondere producties uit die ik heel belangrijk vind dat die gemaakt worden. Dat is allereerst. En ook in deze tentoonstelling. Ook ligt er werk van Felicia Vos. Heb jij een band met haar? Ja, we kennen elkaar al heel lang. Felicia Vos heeft een hele bijzondere biografie. Ze heeft een Roma-vader en een Nederlandse moeder. En dat kun je in haar werk, in haar romans en alles wat ermee samenhangt, kun je dat ook heel erg teruglezen. Mijn verbintenis met haar is dat we om de zoveel tijd samen kopjes thee drinken en het leven doornemen. En elkaars werk onder de loep nemen. En ik wilde dus heel graag met haar, van haar 4 romans op een tafel hebben met een mooi portret erachter. En zeker aandacht vragen voor de laatste roman, Ravage, die eergisteren groots gepresenteerd is. Nu valt deze ruimte valt op door de veelheid aan foto's. Wat wil de kunstenaar hiermee bedoelen? Nou, het is een verzameling foto's die André Smits maakt. André Smits die maakt sinds 2008 doet hij een project en dat heet Artists in the World. En hij reist letterlijk de wereld over en fotografeert kunstenaars in hun atelier op de rug. En waar eigenlijk zijn onderzoek naar uitgaat, is om erachter te komen hoeveel kunstenaars als de wereld eigenlijk wel heeft. Nou, hij heeft nu 5000 foto's gemaakt van Arnhem tot Timbuktu. Hij is de vorige 3 maanden was hij in Amerika om daar te fotograferen. En de meeste van die foto's die exposeert hij in musea, galerieën of zoals hier bij Omstand. En maakt daar ook weer tekeningen bij die verwijzen naar de achtergrond van die foto's. Bij deze tentoonstelling Alle Macht aan de Kunst is het natuurlijk opvallend dat er voor verschillende disciplines worden gekozen, Albert. We zagen net al een auteur, nu staan we voor het werk van een dichter. Ja, Rick Kewal, dat is een dichter. Hij woont hier in Arnhem. Hij heeft een hele boeiende achtergrond en de poëzie voor hem is leven. Hij staat op met poëzie en hij gaat ermee naar bed. Hij heeft ook een collectief, het collectief Raw. En daarmee organiseren ze van allerlei verschillende poëzieavonden. Hij treedt heel spontaan op.
Maar wordt ook uitgenodigd voor hele grote poëziefestivals. Voor deze tentoonstelling heeft hij twee gedichten op borden geschreven. En die borden die gaan ook in de tentoonstelling zwerven. Heb je iets voor ogen met deze tentoonstelling? Kijk, voor mij is kunst zowel het genieten en het ontdekken via de esthetiek als dat het kennis is. Kunstenaars die dragen op een hele specifieke manier kennis aan over de wereld en ook over zichzelf. En dus over ons. We staan nu in een ruimte waar je echt even stil moet blijven staan. En je moet laten, gewoon de informatie op je moet laten inwerken. Wat kun je over deze kunstenaar vertellen? Deze kunstenaar heet Claudia Heinermann. Ze is Duits van geboorte, dat is de naam al. En ze houdt zich bezig met een aantal onderwerpen in Noord-Europa. Eigenlijk de pijnpunten van de geschiedenis zijn. Zij bezoekt bijvoorbeeld opgraving van de Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog die anoniem begraven zijn en nu opgegraven worden om weer een identiteit te geven. En daar maakt ze foto's van, ze schrijft daarover en uiteindelijk het eindresultaat zijn indrukwekkende boeken. Ja, we kijken bij deze tentoonstelling niet zo naar een schilderij waar je mening over kan hebben. Wat we hier zien gaat dieper. Is dat ook wat je bedoelde, Albert? Ja, inderdaad. Ik ben erg gefascineerd door het leven in het algemeen en het leven in de kunst in het bijzonder. En wat ik eigenlijk wil met deze tentoonstelling, om te laten zien dat er heel veel vormen in de kunst zelf zijn. En dat er ook heel veel kunstenaars zijn die op een hele eigen en autonome manier daar uiting aan weten te geven. Wat zien we hier? Dit is het werk van Jaap Blonk. Jaap Blonk is stemkunstenaar, componist, tekenaar en heeft een eigen platenlabel. Daarnaast is het zo dat hij een heel populaire kunstenaar is. Hij treedt bijna wekelijks op of maakt grote tournees. Vlak voor de opening van deze tentoonstelling maakt hij een tournee door heel Amerika, bijvoorbeeld. Ja, bij zijn werk zou je eigenlijk moeten gaan zitten en moeten luisteren, moeten kijken naar de beelden. En daarom heb ik jou ook voor de tv hier geplaatst. Ja. Is deze muziek toegankelijk ook voor anderen? Kijk, die toegankelijkheid die maak je zelf uit. Als je überhaupt naar iets gaat of kijkt, en als het nou voetballen of basketballen is of kunst, als je jezelf niet openstelt voor iets, blijft wat je ziet, wat je hoort altijd ontoegankelijk. Voor deze tentoonstelling is ook een openhouding erg noodzakelijk. Cynisme past ook niet in deze tentoonstelling als toegang. Ja, nu staan wij in de accuruimte van wat vroeger van de PGM was. Nu natuurlijk Studio Omstand. Hier kun je veel kunstenaars bewonderen. Ja, het zijn er vier. En de kunstenaar Monika Dalberg is geboren in Afrika. Heeft in Nederland gestudeerd aan de Academie Minerva in Groningen. En zij houdt zich eigenlijk bezig met datgene wat in Afrika heel sterk in de cultuur en de kunst aanwezig is. Etnografica. De sculpturen die gemaakt worden vanuit een mythische achtergrond. En zij bewerkt die sculpturen en geeft die eigenlijk een typisch Europees-Amerikaanse identiteit. En ik zie hele hoge schoenen, high heels. Ja, dat is. Daar ben ik ook heel enthousiast over. Dat is het werk van Aurele Ambrose. Zij is schoenenontwerpster. Ik wilde in deze tentoonstelling heel graag mode hebben. Ik ben heel erg geïnteresseerd in mode. En ik kwam op het spoor van haar werk, eigenlijk via Jan Jansson, de beroemde Nederlandse schoenenontwerper. En Amber houdt zich bezig met de kwetsbaarheid en de kracht van de vrouw. Dat is in de schoenen ook heel erg te zien. En de schoenen zijn zowel objecten om te dragen als objecten om naar te kijken. Arno Arts, natuurlijk ook helemaal centraal in deze tentoonstelling, Alle macht aan de kunst. Daar zijn een aantal t-shirts opgehangen. Weet je ook wanneer Arno daarmee bezig is geweest?
Nou, kijk, Arno die heeft in deze t-shirts eigenlijk tot uitdrukking willen brengen wie zijn inspiratiebronnen zijn geweest. En dit heeft hij in de 80e jaren gemaakt. En hij heeft de tekst die centraal staat, I love, dus ik houd van, heeft hij verbonden aan de namen van de kunstenaars die hij enorm bewonderde. Ja, wij zijn toegekomen aan meubelontwerper Ineke Hans in het oogspringende huisje van Studio Omstand. Ken je haar al lang? Ja, het werk van Ineke Hans ken ik al heel lang en Ineke Hans zelf ken ik ook al lang. En wat maakt ze precies? Nou, Ineke Hans die heeft twee bureaus, laat ik daarmee beginnen. Ze heeft een prachtig bureau en een werkplaats in Arnhem. Maar ze heeft ook een mooi bureau en een werkplaats in Londen. En ze is professor aan de universiteit in Berlijn. Dus ze is iemand met een brede internationale carrière. En waar het steeds op teruggaat is op het zitten. Hoe zitten wij en in wat voor ambiance zitten wij? Dus het gaat niet alleen over stoelen, maar het gaat ook over tafels, het gaat over kasten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Laat zij hier nog speciaal wat zien aan ons hier in Arnhem? Ja, ze laat eigenlijk twee grote gebieden zien. Ze laat de toppers zien. Die vind je in verschillende goede meubelzaken terug. Dat laat ze zien. Maar ze laat ook zien wat ze voor de inwoners van Malabi heeft ontworpen. Dat is de ene kant. Dat is de hardware, zou je kunnen zeggen. En daarnaast laat ze haar gedachten zien hoe wij in de toekomst, als het gaat over duurzaamheid bijvoorbeeld, andere productiemethodes, laat ze een aantal teksten zien, een aantal borden zien met teksten erop, boeken, videotapes, hoe zij over de toekomst van de wereld denkt. We hebben nu bijna alle kunstenaars gehad. Okay. Er staat er nog eentje in de open lucht. Ja. Ben je tevreden met deze hele opstelling? Nou, tevreden ben ik nooit, dat is één. Maar dat komt vooral omdat ik per definitie kritisch ben. En altijd weer iets zie waarvan ik dacht, dat had anders gemoeten. Maar als op een schaal van 100 ben ik voor 95% uitermate tevreden. Ik ben enorm tevreden over de betrokkenheid van de kunstenaars die op mijn vraag eigenlijk zonder mitsen en maren hebben gezegd, ja, dat gaan we doen. Dat moet gezien worden. Ik vind de medewerking van Omstand vind ik echt geweldig. Het is een initiatief in Arnhem wat staat voor autonomie, staat voor ongebondenheid, maar ook voor het avontuur. Dan moeten we echt trots zijn in Arnhem dat we dit hebben.